Een jaar geleden stond op dat bord iets van 88,9 cent. En nu steeds 26,9. Ik denk dat we allemaal dat nieuws wel op de radio of op de televisie gehoord hebben van het gaat naar de 1,70. Dus ja, dat ik hierheen reed, had ik al zoiets van, oh, het is lekker druk. Iedereen nog even gaat tanken voor het weekend. Het zou natuurlijk nu fijn zijn, op dit moment dat de prijs zo hoog wordt en nog hoger gaat worden, dat we misschien nu eens door de regering een stukje ondersteund worden. En het kwartje van kok eindelijk eens terugkrijgen. Ik heb wel een beetje in de auto gezeten. Ik denk van, nou, komt er straks toch aan, laat ik nu maar gaan tanken. Nou, tanken jullie bij Tamoil. Daar heeft Gaddafi geld in zitten. Oh, ja, ik ben nou bezig. Oh, dat wist ik niet. Meen je dat nou? Dus uw zuur verdiende centen gaan nu naar Gaddafi. Oh, je zou er eigenlijk mee stoppen, maar ik heb het nodig. Ja, kijk, je moet tanken ergens. En ja, je staat niet stil bij welke benzinestation dat doet. Dus daar ben ik wel eerlijk in. Drukt u minder prettig op het knopje, oké? Ja. Eigenlijk wel.